De Deimos. Naar de Deimos of naar de... Zou ik gewoon naar een Marsmaan gaan? Fuck it, yo. Fuck it. We moeten het toch een keer doen. We zijn er nu toch. Oh, we gaan hier gewoon legit op landen gewoon. Yo, kijkers van Duffy Games. En leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Space Astronomy. We gaan vandaag natuurlijk lekker verder. Heb jij er zin in? Klik natuurlijk even op dat duimpje omhoog. Als je nieuw bent, abonneer, welkom. Vandaag is waarschijnlijk de dag dat wij terug gaan naar de aarde. Omdat we natuurlijk daar dan weer ons klaar moeten gaan maken voor de volgende missie. Namelijk een raket tier 3 om naar de asteroïdes te gaan. Daarvoor heb ik natuurlijk hier al behoorlijk wat dash voor meegenomen. Want voor de oplettende kijker, we moeten natuurlijk een raket tier 3 maken. Heb je natuurlijk vandaag de zin in, mensen? Klik alvast natuurlijk even op dat duimpje omhoog laten gaan voor de 13 likes. Dat betekent dat ook jij het nu aan het kijken bent die nog niet is ingelogd op je YouTube-accountje. Log even in, klik het duimpje omhoog aan. Als je nieuw bent, abonneer, welkom. We moeten in ieder geval dus deze raket gaan craften. En wat dus is, we hebben daar dus gewoon heavy duty plate nodig. Dat zijn natuurlijk de tier 2, daar hebben we natuurlijk al compressed meteorite voor nodig. Dat is op zich best wel expensive om zo maar te zeggen. En uiteindelijk moeten we dan natuurlijk hem gaan upgraden nog een keer. En dan moeten we nog dus het compressed dash erbij gaan doen. Nu hoor ik je denken, Duffy, heb je daar genoeg voor? I hope so. Ik weet het niet zeker, I hope so. Maar heel veel meer kan ik ook niet van maken. Eén ding weet ik wat ik wel wil gaan doen. Dat is, ik wil sowieso meer heavy oxygen tanks gaan maken als ik weer wegga. In de zin van, fuck deze kleine, fuck deze oranje, die zullen ook niet meer meegenomen gaan worden. Ik wil even wat van deze grote gaan maken, gewoon tanks on steroids. En op die manier misschien ook zelfs wat deze hele airbubble misschien niet meenemen. Misschien ook weer, weet je, een beetje gevalletje meh. Gezien ik die natuurlijk helemaal anders met me mee moet slepen. Maar goed, doet er allemaal niet toe. Wel nog iets leuks wat iemand zei. Die zei, Duffy, neem zo'n alien ei ding geval, of in ieder geval zo'n beest wat eruit komt, mee naar de aarde. In je safari net. En ik heb zoiets van, ja, dat vind ik wel op zich wel leuk om te gaan doen. Dus wat wij doen, we nemen onze safari net mee. Dat is een single use. Dat houdt natuurlijk in dat wij die één keer kunnen gebruiken. We hebben hier nog eentje. En wij gaan dan even op zoek nu naar zo'n ei hier in de buurt eventjes. Voordat we terug gaan naar de aarde. En dan gaan we hem meenemen naar de aarde. En dan gaan we kijken gewoon, I don't know, wat die gaat doen. Ik heb eigenlijk maar namelijk geen idee. Maar ik ben er wel benieuwd naar natuurlijk wat dat betreft. Wat dat gaat doen. Is dit trouwens legit, is dit een meteorietinslag wat hier is neergekomen? Yep, het is gewoon een fallen meteorite. Wauw. Dat is wel pretty nice. Want dat betekent natuurlijk weer dat we hier natuurlijk van dat iron spul uit krijgen. Dus daar ben ik op zich ook wel weer blij mee. Dat we hier natuurlijk nog even mee kunnen snoepen. Kijk aan, daar komt het. Hoppatee. Twee zelfs. Nice. Ik dacht namelijk dat we hier net een ei zagen. Maar dat is dus daadwerkelijk ijs. Hier ligt wel een rode. Of is dit een meteoriet die net... Nee, dit moet een rode zijn. Dit is geen meteoriet die net is ingeslagen, jongens. Right of wel? Is dit eens even kijken. Is dit daadwerkelijk een rode? Ja, kijk, dit is er eentje. Oké, toppie, there we go. En 3, 2, 1, en kom er maar uit. Oké, there we go. Deze gaan we dus meenemen. Unnamed Duffy noemen we hem. Sit. Hebben we hem nu? Heb ik hem nu hierin zitten of niet? Nee, ik heb hem niet. Wait, kom erin. Fuck, ga eens even allemaal weg, jij. Ga eens even weg. Ik heb hier een fucking indie mini beestje bij me. En die hoort bij mij, oké? Kan ik hem nu meenemen? Zo van... Ik ga erin. Of zoiets. Oh, follow and shit kan ik hiermee doen. Maar favorite food. Hij kan attack damage doen, maar kan hij er ook in? Nu volgt hij mij gewoon. Of zit hij nu? Oh, hij zit nu waarschijnlijk. Follow. Kom je? Yo, Leo motherfucker, kom. Oh my god, nu komt hij weer niet. What the hell? Oké, dat is in ieder geval dus... Oh, dat is in ieder geval dus geen optie om zo maar te zeggen om niet omdat we dit ding dus mee kunnen nemen. Want hij gaat niet in dat ding, hij gaat dus daadwerkelijk gewoon mij volgen. Nou goed, dan gaan we ook natuurlijk niet heel veel moeite meer voor de rest doen. Ik bedoel, ik heb het geprobeerd, hij kan dus blijkbaar niet in. Anders, als wel kan, ik weet niet hoe het erin moet. We gaan gewoon onze spullen pakken en we gaan terug naar de aarde. Om natuurlijk de raket tier 3 te maken, om naar de asteroïdes te gaan. Om raket tier 4 te maken, om weer verder te komen. Jeetje, we gaan er even kaart doorheen wat dat betreft. Wij nemen dus mee onze air bubble wat dat betreft, want ja, die gaan we natuurlijk allemaal niet achterlaten. We laten wel de base achter en we laten ook gewoon alle leaves achter voor zover we dat achter kunnen laten. Zodat we hier nou wel even 1 à 2 weg moeten halen. Maar voor de rest laten we alles gewoon de boel. Mocht het dan namelijk nog een keer weer terug moeten komen hier voor iets, dan hebben we dat in ieder geval allemaal nog gewoon staan, om zo maar te zeggen. Dat is in ieder geval de reden waarom wij gewoon al die shit gewoon voor de rest laten. Omdat, wat ik zeg, wellicht hebben we het nog een keertje nodig. Weet je, en dan hebben we tenminste al die shit hier al. En kunnen we dat gewoon weer gebruiken en weet ik het allemaal.
betekent natuurlijk ook wel, we hebben natuurlijk ook nog heel veel troep. Ik weet niet of we alles überhaupt mee kunnen nemen. Beetje ongemakkelijk wel, maar ik ga in ieder geval mijn best natuurlijk doen. Dit moet in ieder geval sowieso allemaal erin. Dit moet erin, dit moet erin. Oké, we kunnen hem gewoon net zo even vol stekken. There we go. Meer kan er gewoon oprecht nu niet in. Oh, daar hebben we onze kleine Duffy. Oh, onze baby slimeling. En dan nemen we maar gewoon zoveel mogelijk hiervan mee. Waarvan wij denken, joh, dat is in ieder geval needable. Dat we dat in ieder geval maar weer mee terugnemen. En dan denk ik dat dat dit zo'n beetje is. Ik denk dat dit niet heel veel uitmaakt. Dit kunnen we nog even meenemen. To be honest, ik ga hier niet moeilijk om doen. Marsstenen weet ik het allemaal. Fuck dat. Laten we hem hier lekker achter. Hoewel, we kunnen dit wel even meenemen voor dat uiteindelijk. Give a fucking damn. We laten voor de rest gewoon de boel. Want deze tafel moet wel ook wel weer... Oh, er zit nog iron in. Moeten we wel meenemen. In dat geval gaan we toch iets... Nee, weet ik zeker. Die kunnen we daar doen. Kunnen we deze meenemen. So there we go. Oké dan. Ready to go. Op naar de aarde. Fuck it. Voor de rest, ik geloof het hier allemaal wel. Wij gaan terug naar de aarde toe, want wij hebben hier op dit moment nu niks meer te zoeken. We moeten door met de volgende raket. Dus let's go. Duffy, mijn allerliefste kleine alien slime monster. Ik wou dat je mee kon nemen naar de aarde, maar ik moet nu even weg. Ik kom ooit terug. Wacht alsjeblieft, mijn lieve alien baby. Ik kom terug. Zo'n zielig moment dit eigenlijk wat dat betreft, hè. Zo'n zielig moment. Maar goed. We gotta go, you know. We gotta go. Doeg, Duffy. Doeg. Tot de volgende keer. Oh. Op naar de aarde, mensen. Daar gaan we dan. Verdorie, zeg. Zou ik anders naar zo'n maan toe gaan? Nog even snel van Mars? Kan ik daar naartoe komen? That's the question, though. Weet je wat is nu ik er ben? Nu ik er ben en ik ga kijken of het kan... Ja, zou ik het doen? Het is, ik ben er nu wel, weet je. En zal ik het doen? Ik kan hier naar de Phobos en naar de Demigon. Deimos. Naar de Deimos of naar de... Zou ik gewoon naar een Marsmaan gaan? Fuck it, yo. Fuck it. We moeten het toch een keer doen. We zijn er nu toch. Oh, we gaan hier gewoon legit op landen gewoon. Oh, wait a second. Hier was ik niet helemaal op voorbereid is, om zo maar te zeggen. But we landed on the moon surface of an... Wow! Holy shit, wait a second. Oké, we zijn dus nu op een maan van Mars. Daar is Mars. Daar is de andere maan. De zon kunnen wij nu niet zien, de aarde kunnen we nu ook niet zien. Wow, dit is echt fucking space in beeld wat dat betreft. Want... Volgens mij is dit ding ook fucking klein. Heb ik dat correct of niet? Is dit ding echt klein? Nou, valt op zich mee. Laat ik niet te ver weggaan bij, natuurlijk hier bij mijn krat. Wat ik wel wil doen, mensen, is ja, ik ga even pussy mode spelen. Ook kort een peaceful, want fuck dat, yo. Fuck dat. Wauw. Oké. Het is even op dit moment even pretty fucked off. We moeten natuurlijk even snel onze raket klaarmaken nu. Zo. We flikkeren die snel daar neer. Pakken we snel voor onze fuel loader met deze erbij. Zo. Buisjes hebben we ook zelfs nog toppie. Dan gaan we hem even snel natuurlijk vullen, want dat moet gewoon... Oh, scheiße. Moet natuurlijk gewoon even gebeuren. Komt u maar. Zo. Zo. En dan... There we go. 1 en 2. Hoppatee. De kool daarin. There we go. Goed, gaat dat in ieder geval door. Dit is dus wel weer een ander soort planeet gebeuren, om zo maar te zeggen. Ik weet niet of ik hier verstandig aan doe dat ik hier naar beneden ga minen. I have no freaking clue. Ik kan het in ieder geval niet voor de mensen eraf vragen. Nee, ik kan het niet met in één keer met hele chunks weghalen. Dat werkt niet, heb ik net geprobeerd. Ga ik hier goed aan doen door dit te proberen? I have no freaking clue. Want wat namelijk, ik moet natuurlijk voor die ene raketding moet ik in ieder geval op een asteroïde landen. Nou, dit is natuurlijk gewoon een maan, dus dat geldt daar niet voor. Maar ik wil gewoon heel veel naar beneden toe kijken. Misschien komen we in een grot uit, of weet ik het allemaal. I don't know. Hoppatee. Voor de mensen die tenminste op 32 kun je natuurlijk rechts onder de minimap zien. I have no freaking clue what to do. Maar ik vind het wel fucking boeiend, want ik heb zoiets van, ja weet je, als je nu toch die kans hebt, laten we dan ook maar gewoon het proberen, right? Misschien kan ik wel in één keer door, zoals van via naar een asteroïde. Ik denk het niet, want nee, dat gaat niet lukken, want dan heb je zo'n raket
andere raket in geval van nodig. En we zijn op het bedrock. Oké, helemaal niks hier gevonden. Dan denk ik ook niet dat we überhaupt iets op de maan hier zullen gaan vinden. Dus dat betekent maar één ding. We will leave this planet very soon. Eén probleem is natuurlijk dat we dat natuurlijk nu allemaal weer vol hebben. We moeten dus even snel dit ding nu helemaal weer gaan opladen met allemaal troep vanuit de inf. Boeit allemaal voor de rest niet voor de mensen hier afvragen hoe we alles gaan zetten. Het gaat er gewoon puur om dat wij alles gewoon meenemen en dat we dan weer die kant op gaan. Dat is eigenlijk het enige wat nu boeiend is om zo maar te zeggen. Dus vandaar dat ik alles gewoon pak en gewoon heel nonchalant erin douw, mijn info gaan stouwen en dan gaan we doorvliegen. Dat is het enige wat nu belangrijk is. Ik ben toch keer op keer weer bang als ik een knopje indruk dat ik daar het verkeerde knopje indruk. Dat ik namelijk in één keer de raket aan ga zetten. But we're Gucci for now. Deze Safari Nets. We laten het gewoon hier achter, fuck it. Mars is inmiddels ook gone. Dat zou betekenen dat de zon is daar. Kunnen we dan de aarde ergens zien, jongens? Mars hebben we daar. Aarde, of nee, de zon daar. Mars daar. Maan, een ander maantje daar. Nou, het antwoord erop is... Ik zie geen aarde tot nu toe. Waar ik overigens wel benieuwd naar ben, mensen, is als ik zeg maar heel erg hoog ga, zeg maar. Of ik dan dus uiteindelijk ook in orbit kan komen. Moet ik natuurlijk wel heel erg hoog voor wat dat betreft, maar het zou natuurlijk wel geniaal zijn. Maar goed, ik denk het haast niet. Goed, wij gaan dus, we gaan dit allemaal weghalen. Want zo zijn wij, we kunnen dit. En dan zeggen wij maar één ding en dat is, we gaan er weer van tussen. Team Rocket houdt het weer voor gezien, zoals wij dat zouden zeggen. Fuck deze dingen. Goed, there we go. Deze kist is voor de rest niet boeiend. Ja, er zitten safari nets in. Ja, er zit nog een beetje brandstof in. Er is iemand tenminste op de maan geweest. Zo kan je het hier ook zien. Wij gaan er weer vandoor. Een drukke missie vandaag wat dat betreft. We gaan van planeet naar de maan, naar de maan, naar de planeet. Dit, dat, zo. Doet er allemaal niet toe. Het is gewoon voor science en research. Weet je wel, dus ja. En we gaan weer. We gaan terug naar de aarde. Nu gaan we wel echt naar de aarde toe. Zouden we dan in ieder geval bezig kunnen natuurlijk om dan de raket te maken. De vraag is, kunnen wij zo meteen de aarde ergens nog zien? We hebben daar dus die andere maan. We hebben, nee, daar hebben we de maan, we hebben daar de zon. Daar hebben we Mars. Nee, ik denk het eigenlijk helemaal gewoon totaal niet. Oké, nou we zouden natuurlijk nu ook naar die andere maan kunnen gaan van Mars, gaan we niet doen. We moeten namelijk natuurlijk binnenkort hier naartoe, maar dan kunnen we natuurlijk nu niet naar Lounge, we hebben daar dus een tier 3 van nodig. Dus wat wij nu gaan doen is, we gaan terug naar de aarde. There we go. En dan kunnen we hier natuurlijk bezig om dan uiteindelijk de volgende tier ding te maken. Het is nacht hier, heerlijk. Gelukkig zijn we peaceful, kappa. Dus dat komt helemaal goed uit. We landen wel iets afgelegener dan normaal. We gaan hier op dit grasveld hier landen, helemaal niet erg natuurlijk, maar we landen iets verder weg dan dat we gewend zijn. Oké. Nou ja, goed, het zij zo. Wat dat betekent, mensen, is dus het volgende. We gaan natuurlijk eerst even eindelijk slapen, want dat... Oh, ik moet beeld normaal hebben, zo. Want dat kan. There we go. Dan moet ik tussen haakjes de woe even opruimen, om zo maar te zeggen. Terwijl daar ons kratje naar beneden komt, there we go. Moet ik dus tussen haakjes de woe eigenlijk opruimen, zodat we dan bezig kunnen gaan met het maken natuurlijk van de volgende tier raket, om zo maar te zeggen. Wat ik meteen, dus ik pak meteen even alle belangrijke tussen haakjes apparatuur eruit, zodat we daar meteen mee bezig kunnen, want ik moet natuurlijk meteen de boel gaan vullen, weet ik het allemaal. Wat ik al meteen ga zeggen is, mensen, ik wil binnen de kortste keren naar de volgende planeet toe gaan. Dus voor de mensen die hebben van Duffy, vanwaar de hurry, ben je, heb jij curry? Ik wil gewoon meteen dan weer door naar de volgende en weer naar de volgende en volgende. Omdat ik het gewoon heel leuk vind om dus de planeten te bekijken. Voor de rest, we zullen het natuurlijk allemaal wel zien. En natuurlijk, we gaan rustig alles wel maar langs. Maar wat ik dus zeg, ik vind het dus vooral erg leuk om dus al die planeten te bekijken. En om te zien van, joh, wat hebben we hier, joh, wat hebben we daar. En noem het allemaal maar op. Dus vandaar dat ik lekker doorheen aan het gaan ben. Even kijken, dit ding kunnen we natuurlijk gewoon gaan vullen met uiteindelijk dan kool. Heb ik natuurlijk dan allemaal nog wel weer daar zitten. Want zo gaat, dat ga je natuurlijk nu heel de tijd hebben. Dat wij. Dat is één nadeel. Dat deze kist helemaal hier is geland. Gaan we natuurlijk binnenkort wel even gewoon meteen weghalen. Maar die moeten we hebben. Die moeten we hebben. Doe deze even daar natuurlijk neerzetten. Brandstof hebben we nodig. We hebben deze dingen nodig zo meteen weer. En dan is het voor de rest in instantie denk ik wel even Gucci. Fuel inladen in dingen boeit ook allemaal niet. Die raket kunnen we daar even snel neerzetten. Oké, toppie. Kunnen we hier nu eigenlijk brandstof in douwen? Zo van, yo, ga jij nu werken? En dit ging zich dan gewoon opvullen met oxygen, right? Of ben ik nou gek? Nee, dat moest anders. Duf, hoe ging dat toch ook alweer?
hoe kwam hier ook weer oxygen in? Kwam dat gewoon automatisch nadat het genoeg power had? I'm not sure anymore. Oh, nu halen we de redstone eruit. Nee, wacht, er is nog steeds iron. Ja, oké, okay, toppie. Wat we dan meteen gaan doen, mensen, we gaan meteen het tin erin flikken. Dat kan meteen omsmelten, doen we natuurlijk gewoon meteen, want dat hebben we gewoon natuurlijk nodig uiteindelijk. Om natuurlijk de raketten gaan maken. Ik weet niet zo goed hoe we ook weer precies de oxygen in gingen krijgen. Ben ik nou een pannenkoek of ben ik nou een pannenkoek? Dat doet er ook helemaal niet toe nu, mensen. Dat doet er ook helemaal niet toe. Dat komt in ieder geval wel goed. We gaan dit in ieder geval maar weer vullen natuurlijk uiteindelijk met tanks. Alleen moeten we nog eventjes daar de oxygen en nou ja. You get what I fucking mean. Voor nu, mensen. Allemaal enorm bedankt voor het kijken naar deze video. Mocht je het leuk hebben gevonden, klik natuurlijk allemaal vlekken dat duimpje omhoog aan. Als je nieuw bent, abonneer. Welkom. En mensen, tot morgen.